Goedenavond. Het interkerkelijk koor Emmanuel heet u hartelijk welkom voor deze speciale Passie- en Pasenconcert hier vanuit de Bovenkerk in Kampen. Welkom koorleden hier aanwezig en thuis meelevend en ieder van ons weet waarom. Ook welkom voor de muzici hier aanwezig. Harry van Leeuwen op het orgel, Maurice van Dijk trompet, Diana Abspoel, hobo, Gerwin van de Plaats, onze dirigent. Wij willen deze avond beginnen met gebed. Trouwe God en Vader in de hemel, aan het begin van deze avond mogen wij tot u komen om u te danken, Heere, voor deze dag en willen wij u vragen of u deze avond met ons wilt zijn. Als wij een gedeelte van ons koor hier in Kampen bijeen zijn gekomen om te zingen van uw lijden en sterven, maar ook van uw opstanding. Heere, wilt u zo met ons zijn, hier aanwezig, maar ook met hen die thuis via media meekijken, meeluisteren en ook meezingen. Heere, wilt u het alles zegenen? Dat vragen wij van u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij wensen u thuis een gezegende avond toe.
Jezus nam de 12 bij zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden nadat zij hem gegezeld hebben en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen er echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Thank you.
Zelfs zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha. Daar sloegen ze hem aan het kruis en met hem nog twee anderen. Aan elke kant en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde: Jezus, de Nazireër, de koning van de Joden. Vele Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijns en het Grieks. De hoge priesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus: Ge moest er niet op zetten, de koning van de Joden, maar hij heeft gezegd: Ik ben de koning van de Joden. Hierna wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden: Ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: Het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Thank you.
Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Thank you.
Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot mij bidt, zal ik luisteren. En u zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Ja, zegt de Heere, ik zal mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. Ik zal u bijeenbrengen uit de plaatsen waarheen ik u heb gestuurd en u daarna weer terugbrengen naar uw vaderland. Thank you.
En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in een blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden ze tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft, toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. Thank you.
En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar zijn Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Zo is er weer een einde gekomen aan deze avond. En willen wij alle muzici hier aanwezig bedanken. We bedanken onze dirigent voor het organiseren van deze avond. En we willen de Heere vragen of hij met ons meegaat. Heere in de hemel, we danken u boven alles voor deze avond. Wij bidden u, wilt u met ons meegaan? Bewaar ons op de wegen. Breng ons veilig thuis. Wilt u met alle zieken en bejaarden zijn? Waar dan ook. We willen ook bidden voor ons koor, Heere. Wilt u het geven dat we weer spoedig samen mogen zingen? U te loven en te prijzen in onze liederen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij wensen u alle gezegende paasdagen toe. En hij zal verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere, zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. Wij hebben verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil.